Buitenzijde, Galarniew Boko loopt natuurlijk een ijzersterke koers, alles buitenom. Maar ja, daar komt hij die binnenbocht. En Gerson Boko, die komt met grote stappen naar het tweetal toelopen. En hier maken de favorieten zich los van de rest van het veld. Er wordt gestreden om plek 4. Maar laten we ons even beperken tot die strijd vooraan. Want ze hebben eigenlijk alle drie nog wel kans om te winnen. Ook Gerson Boko die naar het derde spoor komt. En zo zijn we in de laatste rechte lijn. Binnenzijde Gerco Impuls, tweede spoor. Galarniew Boko, wat toont die karakter zeg vandaag? Die gaat erop en erover. Startgevallen paarden onderweg en in het midden van de baan komt Fien Wielinga naar voren om de leiding te nemen. Maar aan de binnenkant wil ook Expo Alone die kop wel hebben, maar die springt eruit. Expo Alone maakt een galoppade en wordt naar de buitenkant gebracht. Fien Wielinga springt weg, scrimmage. Uitgeschagen paard nummer 2, 2 galop. Hurricane BB er half aan de leiding. Aan de buitenzijde komen de aanvallen van de favorieten. Uitgeschagen paard nummer 3. 3 galop. Van Gerco Impuls. En aan de buitenzijde meldt zich daar ook paard nummer 5, Galarniew Boko. Vooraan Gerco Impuls. Buitenzijde Galarniew Boko. Binnenzijde Hurricane BB. En daarachter een goede start voor El Pano. Achter El Pano is de aansluiting aan de binnenzijde voor Ike Loss. En in het tweede spoor voor de opkomende nummer 6, Gerson Boko. Vooraan denkt de vlieger. Nou, als ik die favoriet aan de buitenkant hou, mijn paard loopt toch wel door. Dan zijn er mogelijkheden. En dus krijgt Galarniew Boko het niet cadeau. Binnenzijde dus Gerco Impuls. Buitenzijde Galarniew Boko. Nog 2 rondes te gaan. Aan de binnenzijde volgt dan Hurricane BB. En daarachter El Pano met verreweg Aigloss. En achter Aigloss in afwachtende houding Ruud Pols. Uitgeschakeld paard nummer 8. 8 galop. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. En het is aan kop van het veld Gerco Impuls. Op dit moment denk ik de favoriet voor deze koers. Aan de buitenzijde namelijk een enigszins zwaar parcours voor Galarniew Boko. Het enige is natuurlijk wel dat tweede spoor is minder zwaar dan de binnenkant. We gaan kijken hoe het uitpakt. Achter deze paarden volgt dan Hurricane BB. En achter Hurricane BB aan de buitenzijde El Pano. El Pano wordt op een lengte gevolgd door Aigloss. En achter Aigloss in het tweede spoor. En die maakt nog wel een goede indruk. Paard nummer 6, Gerson Boko. Vooraan komt er wat druk. John de Leeuw die zet zijn favoriet nu geheel naast de koploper. Paard nummer 4, Gerco Impuls. En deze twee paarden nemen nu wat voorsprong op Hurricane BB en El Pano. En daarachter dan Aigloss en aan de buitenzijde nog altijd die Gerson Boko. En we gaan inmiddels op weg naar de laatste ronde. En Rob de Vlieger, hij lijkt zich weinig zorgen te maken daar aan kop van het veld. Heeft de leiding nog altijd stevig in handen. John de Leeuw wat harder aan het werk. Maar die komt er nu wel geheel naast. En deze twee paarden hebben wat voorsprong genomen op El Pano. Die goed meegaat in dit geweld. En achter El Pano komt aan de buitenzijde dan zo dadelijk de aanval van Gerson Boko. We zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En Gerco Impuls aan de binnenzijde handhaaft nog altijd een hoofdje voorsprong. Buitenzijde Galarniew Boko loopt natuurlijk een ijzersterke koers, alles buitenom. Maar ja, daar komt hij die binnenbocht. En Gerson Boko die komt met grote stappen naar het tweetal toelopen. En hier maken de favorieten zich los van de rest van het veld. Er wordt gestreden om plek 4. Maar laten we ons even beperken tot die strijd vooraan. Want ze hebben eigenlijk alle drie nog wel kans om te winnen. Ook Gerson Boko die naar het derde spoor komt. En zo zijn we in de laatste rechte lijn. Binnenzijde Gerco Impuls. Tweede spoor, Galarniew Boko. Wat toont die karakter zeg vandaag? Die gaat erop en erover. Het is de 5 die het wint voor de 4. Dan de 6 voor de 7 en de 9.